We zijn hier bij Fête la Nature. Dat is een landelijk georganiseerd vanuit het IVN. Iedereen kan zijn eigen natuurfeestje organiseren. En in Almelo hebben we ervoor gekozen om een natuurfestival te organiseren voor families met kinderen in het bos. Dus daar zijn we vandaag. Het is echt hartstikke leuk. Je kan hier heel veel verschillende dingen doen. Je kan een kijkje nemen bij de imker. Je kan broodjes bakken op het vuur met de scouting. Of allemaal natuuropdrachtjes doen. En er zijn al 200 mensen binnen. Dus we zijn echt heel erg blij. Een heleboel inkomsten. Nou, het is dus gratis. Iedereen die hier komt, die mag hier, heeft zich aangemeld via Facebook of via internet. En we hebben met de plattegrond, met alle activiteiten, is allemaal gratis. Dus we willen het zo toegankelijk mogelijk houden dat iedereen natuur kan beleven, leuke activiteiten kan doen. Dus we vinden dat vooral heel erg belangrijk. Ja, waarom is het belangrijk? Nou ja, als je de natuur leert waarderen, dan heb je daar gewoon veel meer passie voor. En ook zie je wat voor mooie dingen er allemaal zijn. Want kinderen kunnen zich zo mooi verwonderen over hoe een beestje onder de schors zit. Of hoe je een bij uit een imker. Als je dat nog nooit hebt gezien en je ziet dat nu, dan is dat echt geweldig. En ik hoor dat de IVN het organiseert. IVN, vertel eens, wat is dat? IVN is het Instituut voor Natuureducatie. Dus het is eigenlijk een goede doelenorganisatie. En we organiseren allemaal van dit soort dingetjes. Maar we hebben ook excursies of voor hele jonge kinderen. De scharrelkids, die kunnen dan elke maand een soort van vereniging hier komen en leuke dingen doen, zeg maar. Dus het is heel breed georiënteerd voor jong en oud om de natuur te beleven. Don't like me be bittersweet. Let me love you like a woman. Take you to infinity. Klinkt heel leuk. Waar kunnen mensen zich opgeven voor de scharrelkids? Op de website van IVN Almelo, daar staat een kopje met scharrelkids, ook met evenementen en dan zie je wat we allemaal doen. Mocht volgend jaar het weer zijn, dan nodigen we iedereen natuurlijk uit om weer te komen. Dus volgend jaar gaat dit weer opnieuw gebeuren? Dat willen we wel. Daar zijn we echt heel erg kijken we naar uit. Ja, het is een erg groot succes. Dus we zijn erg tevreden.